aantal duvelfans stelde onze vraag waarom een duvel tegenwoordig minder troebel is bij het uitschenken. En dat is inderdaad goed opgemerkt, want het klopt dat als men een duvel uitschenkt vandaag de dag, dat men er perfect in slaagt van een heel helder uit te schenken en dat we eigenlijk heel de gist mooi in het flesje kunnen achterlaten. Dat komt omwille van de simpele reden dat we eigenlijk onze hergisting veel beter onder controle hebben ten opzichte van vroeger. Zoals jullie weten, bij het bottelen wordt er een beetje suiker en gist toegevoegd. En die gaat dan voor de hergisting zorgen in het flesje, waardoor dat er een beetje extra alcohol gecreëerd wordt en extra koolzuur. Nu, vroeger was het zo dat we al gauw iets te veel gist gingen toevoegen, omdat men gewoonweg die dosering minder goed onder controle had. Maar dat had ook als resultaat dat je eigenlijk iets meer gist in suspensie in het flesje ging hebben. En dat tijdens die lange periode van lagering in het flesje, dus die 6 weken in de koude kamers, dat niet alle gist eigenlijk mooi op de bodem van het flesje kon blijven kleven. Waardoor dat je een iets meer troebel uitzicht had. Dat is vandaag de dag niet meer het geval. Eigenlijk, we gaan exact de hoeveelheid gist toevoegen die we nodig hebben voor die perfecte hergisting. En die gaat dan ook mooi op de bodem van het flesje kleven. Zo, dan ga ik jullie nu even live demonstreren hoe we ons dat moeten voorstellen. Dus we gaan eerst de duvel weer volgens de perfectie uitschenken. Altijd een beetje afstand bewaren tussen uw flesje en het glas. Rustig uitschenken, geleidelijk aan rechter komen met het glas. En dan zien we de schuimkracht zich automatisch vormen op het bier. Zo, dan stoppen we als we de gist naar omhoog zien komen. Daarom dat ik altijd op ooghoogte uitschenk en tegen het licht in. En dan komt het interessante gedeelte. We gaan een centimetertje bier in het flesje achterlaten. We gaan er eens goed mee walsen, dat die gist die op de bodem van het flesje plakt eigenlijk mooi loskomt. En dan gaan we de gist in een apart glaasje uitschenken. Voilà. En dan zien we eigenlijk goed het resultaat en het verschil tussen beide. In het kleine glaasje zien we de troebele gist en in het grote glas zien we het heldere duvelbier. Je begrijpt natuurlijk, als je nu die gist mee gaat uitschenken in het bier, dan wordt het bier ook troebel. Bij deze dus gedemonstreerd. Gezondheid.